Een veld met sluierwolken trekt vandaag vanuit het zuiden noordwaarts over ons land. De dikste sluierwolken zien we in het zuiden. In het noorden zijn ze het dunst en daar komt ook de zon er goed doorheen. De temperaturen daardoor vanochtend op veel plaatsen gewoon weer hoog, met 12 tot 14 graden. Daarbij wel een matige oostenwind, die vanmiddag nog iets in kracht toeneemt, wordt vrij krachtig over de wadden, windkracht 5 en matig op het land, windkracht 3 of 4. Temperaturen opnieuw hoog voor de tijd van het jaar, op de wadden een graad of 18, maar op land wordt het al snel 22 tot 24 graden. Vanavond blijft het nog vrij lang zacht, maar uiteindelijk daalt de temperatuur in de avond naar zo'n 14 tot 17 graden, onder de bewolking de hoogste temperaturen. En vannacht wordt het ook niet heel veel kouder dan een graad of 10. Morgen draait de wind naar het zuiden, daarmee wordt warme en vochtige lucht aangevoerd, die is ook onstabiel van opbouw. Er ontstaan stapelwolken en in de warme lucht in het oosten, waar het 25 graden kan worden, ontstaan dan later enkele stevige regen en onweersbuien. Vanaf donderdag wordt het dan geleidelijk koeler. Donderdag is het nog vaak droog. Vanaf vrijdag zien we wat meer buien en ook lagere temperaturen. In het weekend wordt het uiteindelijk nog maar een graad of 13 op de meeste plaatsen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.